Yo, what up? Hoe is het ermee? Ik ben Tom van Gamersnet en we doen weer een lootbox opening van Overwatch. Want ja, het Lunar New Year event was gaande. En ik zeg was, want het is, as we speak, voorbij. Maar goed, ik heb die boxes verzameld in de tussentijd en ik zat midden in een verbouwing. En ik heb nu 15 van die lootboxes en ik dacht, ja, daar moet ik toch nog wel een keer een video over maken. Want dat hebben we ook gedaan met het Christmas event natuurlijk, Winter Wonderland. En de Summer Games. Dus ik dacht, goed, we gaan gewoon door met de Year of the Rooster. Happy Lunar New Year, iedereen. Maar goed, 15 boxes dus. Let's go. Ik wil niet te lang blijven praten, dus laten we gewoon erin duiken. 15 Lunar loot boxes. Let's open this bitch up. Ik hoop op, I don't know, die victory pose van Roadhog, want die is fucking dope. En verder, laat ik het ook om me heen komen. Let's go. Alright, nice! Nice! We beginnen meteen met een mooie skin van Mercy. Ik ben helemaal blij. Dit equippen. Dit is ook wel echt godvergeten sexy. Oké, ik had al die blauwe. Game is er blauw. Mooi. Ja, nee, goed, 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 goed. Verder, duplicates, spray, whatever. Door, man. Dit is een goed begin. Dit is voor de verandering een keer een goed begin. En dat zeg ik nu en dan meteen komt het weer over me heen dat er ook mindere boxes zijn. Tuurlijk, tuurlijk. Het is natuurlijk het ding van die vorige lootbox openings. Die gingen echt gigantisch slecht. Oké. Ja. Victory pose van D.Va. Die ik al een leuker had. Dus maar wel een... Wat? Nog een keer? Dongzifazai! Oké, Junkrat. We kunnen allebei geen Chinees. Goed om te weten. Door. Oh, 12 te gaan. Ik hoop wel op een legendary, op zijn minst. 1 of 2. Oh, dit is wel leuk. Die Dragon Dance. Dat je ze allemaal achter elkaar kan plakken. Alle sprays. Dat is gaaf. Dus ik heb leukere sprays, maar nu je er toch 4 kan equippen. Goeie update, Blizzard. We hebben eindelijk shit waar we iets aan hebben. Dat is netjes. En nog een voice line. Crows at midnight. The rooster crows at midnight. Oké, soldier. Je stem, het blijft awesome. Let's go, door. Oeh, een emote? Wat voor een? Oh, dit is... Is dit van de Lunar... Dit is van de Lunar New Year. Maar ik heb niet zoiets van... Wauw, daar zit heel erg iets Chinees nieuwjaars in. Ja, oké. So be it. Nee, deze wil teken. Oké, en door. Hoop op meer. Duim met me mee. 3 blauw. Dat is... Ja. Mwah. Valt vies tegen. Legendaries. Kom op, Blizzard. Legendaries. Deze keer wel. Geef me niet nog een keer zo'n video waar we gewoon echt alleen maar pijn in hebben. Oké, dit is... Oeh, Widowmaker Hairpin. Zo, holy. Oké. The waifu game is strong in this one. Maar nee, nog steeds niet echt versprays en voice lines. Weet je, ja, dat doen we niet voor, hè. Oh, kijk, een emote van... Ah, lief. Van Junkrat. Ik speel weinig Junkrat, though. Maar dat zou ik op moeten pakken als ik deze emote kan spammen. Dat is helemaal goed. Dit is gewoon een normale emote. Die wel leuk is, maar laten we zeggen... Ik heb hier al Neil, die het vetst is. Goed, hoppatee, zodoende. Deze mag er ook op. Ja, en door. Let's see. Wat brengt de Year of the Rooster ons nog meer? Ah, de lieve Lucky Pouch Victory Pose van D.Va. Ah. Ik vind lief. Ja, equip. Equip die shit. Mooi, man. Dat is beter. Ja, goed. Dit is prima allemaal. 6 nog te gaan. Let's go. Oeh, legendary. Oh, dat is een D.Va legendary die niet van de New Year is. Wat jammer. Want ik moet zeggen, de D.Va legendary skin dit seizoen was een beetje... Iedereen was erover aan het bitchen in het begin. Maar, en ik ook een beetje. Ik dacht van, wat is het nou? Maar nu ik hem een paar keer heb gezien, denk ik van, oké, ik wil hem toch. Ik wil hem toch. En door. Oké. 5 te gaan nog. Let's go. Weer een legendary. Nice. We on a roll. Oké. Maze skin. Ik vind die... Ze heeft ook deze in het rood. Die ik dan persoonlijk weer iets vetter vind. Maar die grote strik achterop. En gewoon die super lieve snowball. Ja. Ja, dat is goed. Daar kunnen we mee leven. Voor de rest wat duplicates. Ah, so be it. Het feit dat we wat legendaries krijgen is al mooi. Een Bastion skin. Mwah. Ik heb die van de BlizzCon van dit jaar. Of van vorig jaar dan. Die is toch leuk, man. Dus dit laat me koud. Dit laat me koud, Blizzard. Oeh, legendary, maar het is money. Dat valt vies tegen, maar wel een voiceline.
is to be at peace. To know yourself is to be at peace. Oké. Diepzinnige wijsheden met Genji. Ben ik helemaal voorstander van. Meer Zenyatta-wijsheden zijn ook welkom. Just saying, Blizzard. Just saying. Mag. Hoeft niet. Mag. Dring ze er graag op aan. Wel veel van die Dragon Dance dingetjes. Dat is leuk op zich. Maar wel een emote van Zarya. Ja. Niet enorm overtuigd. Laatste alweer, jongens. Oké. Toch hopen op die skin van Roadhog. Want anders moet ik hem heel snel nog kopen nu het nog kan. Anders is het straks echt helemaal overgedaan. Ja. Oké, die is lief. Equip hem. Hoppatee. Lantaarn. Dit is mijn reactie op de hele 15 lootbox opening. Ik hoop bij jou niet dat je zoiets hebt van, was toch nog wel een vermakelijke video. Ik wil die Roadhog skin en sowieso zijn victory pose. Ik bedoel, kiek hem aan hier. Dat is lief. I like it. Dat is lief. Maar hetzelfde geldt trouwens ook voor die victory pose die hij heeft en zo. Dus het is a cutie. Fuck it, we kopen hem gewoon. Ik heb toch mad money. Let's go. Zo, hoppatee. Dat doen we dan weer wel. Kom op, wij zitten met al die dynamiet staan. Voor mij. Nee, blijf af. Nou ja, dat is leuk. Anyway guys, dit was weer een lootbox opening van Overwatch. Ik heb er 15 verzameld en helemaal op het eind van het evenement alsnog deze video kunnen deliveren. Dus ja, was leuk. Had beter gekund, Blizzard. Nogmaals, check mijn video's. Drop eens wat lootboxes in mijn e-mailaccount of zo. Maar nee, hoop dat je het leuk hebt gevonden. Als je de video nou kijkt en je hebt zoiets van leuke video, druk op like. Vond je het helemaal niks, dislike. Mag ook. Hey, no pressure. Doe je ding. En ja, ik hoop jullie snel weer terug te zien op gamersnet.nl. Ik was Tom voor gamersnet.nl. Dat is een website. Daar kun je een keer langskomen. En dit was de Overwatch Year of the Rooster Lunar New Year lootbox opening. Tot snel weer. Ik hoop op Twitch. Anders een keer. Ik stream deze game ook nog wel eens. Is gezellig. Je mag een keer langskomen. No pressure. Tot snel.